Nog één nachtje slapen en dan is het zover. Pakjesavond. Op veel plekken wordt morgen ook op school Sinterklaas gevierd. Leerlingen van groep 6, 7 en 8 van de Bernadette school doen dat met surprises. Ik heb een paard gemaakt voor mijn persoon, want ze houdt heel veel van paarden. Ik heb deze olifant gemaakt. Ik heb een chocoladereep gemaakt voor mijn persoon, omdat ze ook als cadeautje chocoladereeps wou. En toen dacht ik, nou, dan maak ik ook een chocoladereep. Het zijn net allemaal kleine kunstwerkjes, zonde als bijna niemand ze ziet. En daarom werd 15 jaar geleden het Surprise Museum in het leven geroepen. Nou, het idee erachter is dat als je Sinterklaas viert en je komt 's morgens met een surprise binnen, dan kijkt de kinderen in de klas kunnen het wel zien. En kunnen ervan genieten. Maar wij vonden dat die surprises vaak zo mooi waren dat ze veel meer aandacht verdienden. En dat krijgen ze op deze manier, want wij stallen het dus al uit voordat het surprisefeest daar is. En klassen, ouders, opa's en oma's kunnen binnenlopen om zich te laten inspireren. Het tijdelijke museum is een supergoed idee, zo vinden de leerlingen. Ik vind het zelf heel leuk om alle surprises te zien, want anders zou je alleen maar van je eigen klas en nu zie je zeg maar van alle klassen. Morgen, 5 december, wordt het museum alweer gesloten. Dan worden de surprises in de klassen neergezet en is het tijd voor het allerbelangrijkste, uitpakken.